Aart, ik geef je graag het woord. Je hebt me net verteld dat je het helemaal hebt uitgeschreven, wat niet je gewoonte is. Dus ik ben erg benieuwd of je je daaraan houdt. Ja, ik ook, moet ik zeggen. Leuk om jullie allemaal te zien. Van harte gefeliciteerd, Cedris. Beetje mijn Cedris. In die zin vind ik ook wel mooi dat de cirkel hier een beetje rond is. 40 jaar geleden betrokken bij de oprichting. En nu in dit forum mogen optreden. Mijn leven is wel af nu eigenlijk. Ik weet niet of Harry Starr in de zaal zit. Hij zou er zijn. Nee, ik zie hem niet meteen. Die introduceerde me pas aan een groep van mensen die mij niet zo goed kenden. Ja, dit is iemand die als geen ander de arbeidsmarkt kent. Dat is niet waar. Maar daarna zei hij, en daarom zegt hij, dat hij het ook heel vaak niet meer weet. Dat is wel waar. Ik ga u vandaag eigenlijk met een heleboel vragen opzadelen. Essentiële vragen. Doen we het goed? Gaat het over de goede dingen? En ik ga u niet zo heel veel oplossingen bieden. Jammer. Maar we hebben het natuurlijk over werk. En mijn hele leven heb ik ongeveer besteed aan mensen aan het werk helpen. En eens dacht ik, ja, maar het was een straf na de zondeval. We gingen ineens dood en we moesten werken. In het zweet des aanschijns zult u brood eten. Dat zweten zal vandaag wel lukken hier achter die katheder. Maar ook de oude Grieken, zoals Plato en Aristoteles, die vonden werk eigenlijk zwaar beneden hun waardigheid. Dat was voor de horigen, niet voor hun, niet voor de denkers. En thuis op de wc heb ik zo'n Delfts blauw tegeltje. Dat vat alle filosofieën zo'n beetje samen. Daar staat in, er is met werken meer tijd verknoeid dan met niets doen. Nou. In de oude tijden is uitgerekend dat de jagers niet meer dan 3 uur per dag werkten. Daarna werd dat vlees klaargemaakt door de vrouwen. Maar ook de landbouwers in de kolchozen in Rusland, 3 uur. En daarna was het drank, dobbelen en vechten, maar niet werken. Maar nu zijn we aangekomen in een tijd waarin werken, liefst fulltime, al die parttime werkende dames moeten veel harder aan het werk. Het is essentieel voor de zelfverwerkelijking geworden. En participatie is een doel op zich geworden. Dus ik vraag me af, is werk nou echt de nieuwe kerk geworden? Zijn we de weg kwijt of is het nou uit de juiste weg? Is ledigheid echt wel des duivels oorkussen? Ik ben van 1949. En de oorlog zat nog in de genen van de maatschappij. Dit is de laatste babyboomer ongeveer. Mijn vader was ijzerwerker bij de RDM. Er was net de armoede. Wij konden nog net die 2 gehaktballen in de week ons veroorloven die we binnenkort afgepakt krijgen of nog net overblijven, volgens de Telegraaf. We woonden in net de buurt, boven ons stoffeerder, daarboven een kleine ondernemer, links de slager. De schillenboer kwam langs, de melkboer, paard en wagen, de wijkverpleegster op de Solex in de zwarte leren jas. Een bode die kwam elke maand geld ophalen voor de verzekeringen, want anders was het geld er niet meer. En Giro bestond nog niet. De bezorger van de leesportefeuille. En op maandag, ik ben echt de laatste, niemand van u heeft dat meegemaakt. Waag het maar eens uw vinger op te steken. Wie heeft hier nog heet water bij de waterstoker gehaald? Nee. Jullie weten niet eens dat er een waterstoker was. Hè? In Schiedam, laatste stad waar de branders, waar die nog was. En dat werd dan in een zinken tijl gedaan. Daar ging mijn moeder in wassen. En diezelfde tijl ging in de zomer op het balkon en daar ging je dan zelf weer in. Het allerergste was om op zaterdag mee te gaan met mijn vader naar het badhuis. Daar waren opzichters in witte jassen. Als je maar minutenlang douchte, ging die ijskoude stroom langs je poten om eruit te gaan. Als u goed geluisterd hebt, heeft u een heleboel beroepen gehoord die niet meer bestaan. En er is meer werk dan ooit. Dus al die angst nu voor die verdwijnende beroepen. Was het een romantische tijd? Best wel.
Het touwtje van Terlouw, dat hing echt uit de deur, uit de brievenbus. De buurvrouw heette allemaal tante. Daar kon je ook al terecht, na school, als je moeder er niet was. Maar die was er altijd, want die werkte niet. Iedereen had werk. Mijn oud-oom was borstelmaker, want hij was doodstom. Op de bok van de skillenboer en bij de melkboer zaten jongens die het wat minder goed getroffen hadden. En de bijrijder op de vrachtwagen was eigenlijk ook altijd iemand van het bijzonder onderwijs. Alja, het is een echte naam, geestelijk gehandicapt buurmeisje, ging naar een van de eerste sociale werkplaatsen. Die waren nog van de gemeente, dat toen ook al dus eigenlijk, op de Botersloot in Schiedam. Er waren kansen voor iedereen. Het was wederopbouw. Mijn broer die werd procuratiehouder van een grote meelfabriek. En later werd hij ondernemer. Ik was de eerste van de hele familie die naar de universiteit ging. Kinderen kregen het in die tijd dus altijd beter als hun ouders. Ze zeggen dat dat nu voorbij is. Ik weet het niet. Dan denk je weer in termen van vooruitgang, van inkomen. En misschien zijn er wel andere vormen van vooruitgang. We zaten volop in het Rijnlands model. Ondernemingen namen hun verantwoordelijkheid op een hele andere manier. Ze zorgden bijvoorbeeld voor huisvesting. Denk aan Heveadorp. Denk aan Heiplaat in Rotterdam-Zuid. Allemaal gebouwd voor de arbeiders toen van de RDM. Sportvelden, maatschappelijk werk. Je was van wieg tot graf verzorgd. Dat is wel wat anders geworden met de huidige corporates. We gaan naar het NOSW toe. Ik geloof niet dat hier iemand al van gedronken heeft. Er heerst griep tenslotte, anders ben ik van geen van de mensen, vooral niet van jou, Job, vies natuurlijk. Ik bedoel, dat is punt niet. Maar. Ik ging werken bij de Federatie Sociale Werkvoorziening. En dat was nadat ik in Peru had gezeten voor de ontwikkelingssamenwerking. Ik wilde alleen naar Peru, want dat was het enige linkse land waarnaar uitgezonden werd, Chantal. En daar was net een revolutie tot stand gekomen door Velasco. En ik kwam terug en ging werken bij de sociale werkvoorziening. De net genoemde Thomas van Stockholm in het filmpje was mijn eerste baas. Oh, ik ben daar. Ja, ja. Ja, het is weg. En hij was de directeur van een aantal federaties, Noord- en Zuid-Holland. En we hadden het interfederatief overleg en het LCT, Landelijk Contact Topkader. Eigenlijk het DIVOSA en de VNG van de sociale werkvoorziening. Dat is samengevoegd tot het NOSW. Zonder Tom was dat allemaal niet gebeurd. Hadden we hier misschien niet meer gezeten of niet gezeten. Of het was veel later gebeurd. Hij leerde me hartstikke veel. Eén kreet. Aardpak altijd de secretarisrol, nooit die van voorzitter. Sorry Job, want dan bepaal je wat er gebeurt. Ik heb het haast altijd gedaan. We waren een hele andere organisatie. Jan Jaap was pas bij me op bezoek. Hij zei, jullie voerden allemaal dingen uit. Wat ze dan tegenwoordig doen, weet ik niet. Als je nou niks meer uitvoert. Maar ja, dat is toch wel een rare kreet. Maar ja, je ziet het, is wel waar. En we organiseerden brandsberaden rondom Jamin en Files bijvoorbeeld, maar ook voor sectoren, metaal, boomkwekers. Soms mochten SW-bedrijven lid daarvan worden, van die brandsorganisaties. We begeleiden allerlei instrumenten. En ik ga er twee noemen, die komt later ook nog terug. ARA, arbeidsrevalidatieafdeling. Tof, ik hoop dat bij jou nog iets weer klinkt, gelukkig. Samenwerking met de gemeenschappelijke medische dienst was dat en test- en trainingsafdelingen. We ontwikkelden een aangepast functiewaarderingssysteem, maar ook door allerlei andere manieren intervisie tussen de werkverbanden, de opleidingen. Je kon geen werkmeester op de vloer worden zonder de NOSW-opleiding die daartoe op gericht was. Zelfs de bedrijfsgeneeskundige diensten waren dus toen waren de koepelorganisaties, dat heette zo, tegenwoordig heet het allemaal weer wat anders, met een echte praktische steunfunctie. Heel veel van die dingen zijn verdwenen. Nou, ik vind het zo jammer dat zo'n ARA, zo'n arbeidsrevalidatieafdeling, niet meer bestaat. U moet zich voorstellen, je wordt in een bedrijf arbeidsongeschikt. Je kan daar niet meer terecht. Je gaat 6 weken de ARA in en dan gaan ze kijken wat je nog wel kan. En het gros stroomde daarna dus weer uit naar het bedrijfsleven. Slechts de enkeling die echt niet meer kon, die
bleef daarna bij die SW. In plaats van naar de WAO. En die test- en trainingsfaciliteiten die waren er weer op gericht om je dan aan te passen aan je nieuwe situatie. Ik heb een heel eenvoudig voorbeeld genomen. Je rechterarm gaat eraf. Dan moet je toch met links leren bedienen. En dat leerde je daar ook. Het kostte wat, maar je kreeg er ook wat voor, Bernard. Dus wie weet kan je dat nog in je laatste periode nog even regelen. Zou mooi zijn. Net zo goed als de functiewaardering, wat het tijdmetingssysteem. We konden productiviteit meten van mensen. En daar aan de hand daarvan werd je loonwaarde eigenlijk bepaald. Dat is toch ook anders dan achter een bureau. De SW is getroffen door vele bezuinigingen en door de vragen van, moet het nou wel zo zijn en kan het bedrijfsleven dat niet doen? Kijk een beetje terug. Er was een tijdschrift aangepaste werkvoorziening. Ik weet niet of jullie ze al gevonden hebben, anders draag ik mijn archief. Oh, ze zijn er weer, want anders had ik mijn archief overgedragen. Die problematiek is helemaal niet nieuw. Elke 5, 6, 7 jaar ontstaat er zo'n discussie. En ik wil 1 rapport in ieder geval noemen van Robert Heveman, een Amerikaanse professor. Het gaat over 1970-75. Maak de jaartallen anders en het is een rapport over vandaag. En de preambule van het rapport, even voorlezen. Sprak men vroeger over recht op arbeid, nu ziet men het steeds meer als een waardevolle bijdrage aan een zinvol bestaan. Daar komt die kerk om de hoek, eigenlijk een zinvol bestaan. En dat is toch bijna 50 jaar geleden. In zijn kostenbatenanalyse laat hij zien van sociaal-psychologisch welbevinden, minder medische psychologische zorg, maar ook minder criminaliteit, minder drugs zelfs. Tegelijkertijd was de sociale werkvoorziening eigenlijk een werkgelegenheidsinstrument. In Limburg waren ze heel groot, ja, waardoor, heel eenvoudig, sluiting van de kolenmijnen. In Groningen, idem dito, strookkarton. Het was ook een sociaal instrument. In Rotterdam-Noord vooral de sociale onaangepaste. En in Rotterdam-Zuid de mensen meer met een geestelijk handicap. In Katwijk, iemand uit Katwijk aanwezig? Ja, zeker. Natuurlijk, ik had Nick-Jan al zien zitten. En dat was een hele bijzondere sociale werkvoorziening. Daar werden de afgekeurde vissers, die stonden aan lopen band zingend, psalmen zingend, waren ze daar heel hard aan het werk. Zo zie je maar, het was een regionaal werkgelegenheidsinstrument. In 69 pas, dat is dus 10 jaar voordat NOSW wordt opgericht, wordt het een landelijke regeling. Daarvoor was het gemeentelijk. En dat gebeurde allemaal onder staatssecretaris Mertens. De 200 van Mertens, de ouderen van u weten dat ook nog, noemde het de briljant aan de kroon van de sociale zekerheid. Ik ben er mijn hele leven lang bij betrokken geweest in allerlei rollen. Zelfs als commissaris van de UW-bedrijven. Maar ook als directeur van een arbeidsbureau en later met de uitzendbedrijven. Het is een liefde van me gebleven. Dat is niet per definitie persoonlijk, maar het is wel voor de sector. Wat is er nou mooier om werkgelegenheid te creëren en te bieden voor mensen die het anders niet redden? Maar die maatschappij moet er wel geld voor over hebben. En dat is elke keer toch weer aan de orde. Is het niet te duur, kan het bedrijfsleven het niet oppakken. Nicolette van Gestel zag ik net binnenkomen. Laat ik nou, zonder dat ik wist dat ze binnenkwam, gezegd hebben dat je haar boek moet lezen. Wat samen geschreven is met Paul de Beer en Mark van der Meer. Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat. Daarin staat zo fantastisch hoe Nederland omgaat met veranderingen in de sociale zekerheid of van dit soort instrumenten. We hebben een gedachte. We ontwerpen een beleid en een structuur. Na 5 jaar is niet helemaal wat je wil. Nou, dan weet je wat, dan tekenen we een nieuwe hark en we maken een compleet nieuwe situatie. We kijken niet of de uitvoering verbeterd kan worden. Het UWV is daar mee een resultante van. We gaan naar het Sociaal Akkoord 2013. Want toen kwam de baanafspraak. De poorten van de SW gingen dicht. Nee, sommige politici, zitten natuurlijk niet vandaag in de zaal, maar die zeggen de deuren moeten weer open. Ze zijn nog steeds open, ze zijn er. Maar ze gingen wel dicht voor nieuwe instroom. De Waaijong, alleen voor mensen nog die echt niet konden werken. En er kwam een kwotumwet die niet geactiveerd werd. Vind ik in mijn archief, 1982, je zag hem net even langskomen, de wet arbeid gehandicapten. Exact hetzelfde. Kees zit ja te schudden, die weet dat nog.
Waarom ging Dien toen niet door de hele ser Kitty op de FNV na? Dat was wel weer een beetje jammer. Maar je was er nog niet bij, dus het is... Die koos er niet voor, want die zegt quota werken niet. Ik vind ook niet dat quota werken. Dat is internationaal bewezen in Duitsland. Toen daar de wet werd ingevoerd, waren er ineens in de bedrijven heel veel sfeerbehinderten. Dan voldeed je dus. Je kon het afkopen. En ik zeg wel eens, de overheid heeft de quotumwet van tevoren ingevoerd. Waar het bedrijfsleven op vrijwilligheid ging, heeft de overheid elke sector precies het aantal aangegeven. Afgedaald tot in de afdelingen. Dan krijg je verzet. Je moet het doen vanuit intrinsieke motivatie. En niet omdat het moet. Het is dus verstandig om een kopgroep van gemotiveerde bedrijven te creëren. Olievlekwerking. Wij lijken de aantallen makkelijk te halen. Dat is niet omdat alle bedrijven meedoen, maar omdat de bedrijven die het doen omdat ze het willen. En er is één ding wat ik dan wel goed vind van deze wet. Dat is dat er quotum dreiging was. Want zou het ook in gang gezet zijn wanneer het alleen maar een lieve afspraak was geweest. Het is niet te bewijzen, maar ik betwijfel het. Maar, en dat is niet om lippendienst te bewijzen aan de SW, had die deuren van de SW wat meer opengehouden. Nu hadden we ineens te weinig beschut werk. Er was een prachtige infrastructuur, gebruik die. Het is niet overal goed, maar zoek dan waar het wel goed is en leer van elkaar. Het ging naar de gemeente, die kregen minder geld. De ene gemeente hief de SW op, het is gebeurd. De andere maakte er een BV van waar het de gemeentelijke dienst was. En de derde maakte een BV van die gemeentelijke dienst. Ik kon het op een bepaald moment niet meer volgen. En er was betrekkelijk weinig know-how, omdat er geen landelijke aansturing meer was. En ik dacht heel vaak aan Jan Schaefer. Is er nou hier beleid of is er over nagedacht? Ik heb al gezegd, wij halen de aantallen met onwaarschijnlijk gemak. Ik vermoed dit jaar bij het bedrijfsleven 45.000. Hadden er 32.000 moeten zijn, dat is 13.000 boven target. Kan toch nog beter. Meer bedrijven, duurzamer. Maar dit is niet onaardig. Het meeste wat ons bedreigt is onvoldoende kandidaten en niet voldoende dienstverlening. De overheid is ook werkgever. Daar loopt het wat minder, maar lopen tegen exact diezelfde problemen op. En eigenlijk denk ik, door het nu samen te voegen, dat het ook daar nog wel gered kan worden. Er zijn heel veel bijstellingen in de wet en regelgeving gekomen en er komt straks nog iets heel veel aan. De participatiewet heeft heel veel vrijheid aan gemeentes gegeven. Gelukkig is die vrijheid niet ultiem. Er was een gemeente die ineens zei van we subsidiëren maar tot 26 uur. Want ja, de FTE die vergoed wordt, of tenminste die gemeten wordt als plek, is ongeveer 26 uur. Dat heeft de rechter verboden. Maar bijvoorbeeld op het gebied van VSO-pro-leerlingen, op bepaalde mogen ze in doelgroepenregister. De ene gemeente doet er wel wat aan, de ander niet, omdat ja, dat levert geen schadelastreductie op. Ja, ik vind dat niet mooi, hè? Ik bedoel, ik vind dat waar in Nederland je woont, je hetzelfde recht moet hebben op toegang tot de sociale zekerheid en dit soort voorzieningen. Dat niet mag afhangen of je in Lisse woont of in Groningen. Dus Tamara heeft beloofd dat als ze het niet gaan doen, dat ze die teugels gaat aantrekken. Ik zie Chantal heel hard knikken, dus dat gaat gebeuren. Het hele pakket van brede offensief. Ga aardig worden voor SZW. Dat is niet mijn gewoonte. ik sta er heel erg achter. Oh, Jos is er ook. Ja, Jos, ik sta erachter. Behalve op het punt waar jij mee bezig bent. Maar dit is echt een vereenvoudiging. Wat mooi is, ze hebben nu een proces ingericht waar ze kijken met de bedrijven of het echt gaat werken. Dat is nog nooit vertoond. Het klinkt logisch, maar het is nog nooit vertoond. Want het is altijd met beleid gaan we dat nu. Nu gaan we met uitvoering confronteren. Hartstikke goed, Tamara. Je bent er niet, maar het wordt vast
verteld. De nieuwe premiering vind ik niet alles. Je weet dat. Eerst een boete geven en daarna, als je het goed doet, dan weer een soort teruggeven als een bonus. Ik zeg, kijk er nog eens naar, doe er desnoods een lagere bonus zonder straf vooraf. Een wortel werkt namelijk, een straf niet. En dan krijg ik te horen, ja, maar dan hebben we een begrotingstekort van 250 miljoen. Maar ja, dat ontstaat alleen wanneer die quotumwet geactiveerd wordt. Want daarvoor is het fictief geld. Nou, fictief geld is een soort monopolie, dus daar hoeven jullie je niks van aan te trekken. Nou, ik geloof niet dat dit bij de betrokkenen meteen erin slaat, maar ja. Ja, ik wil het hebben over bemiddeling en reïntegratie voor bredere groepen. Fred van Haasteren is in de zaal, en dat wist ik, dus ik ga een ILO-conventie noemen, Fred. Maar dit keer niet de jouwe, maar nummer 088. Wel die van Tof dus. Gratis toegankelijke publieke arbeidsbemiddeling hoort er te zijn in elk land die dat ondertekend heeft. Ik heb zelf in die wereld gewerkt. Kleine 5 jaar, buitengewoon prettig werk. Dat, hoewel je net zoals Fred Paling tegenwoordig continu het om je oren kreeg hoe slecht je het deed. Maar dat kwam omdat maatregelen die net in werking werden gesteld alweer geëvalueerd werden op hun effectiviteit. En groepen in een diepste werkloosheid ineens voorrang moesten krijgen. Maar in ieder geval hebben wij het UWV werkbedrijf daarvoor. Heeft heel vaak heel anders geheten. De beurs in Schiedam. Het arbeidsbureau, arbeidsvoorziening, het CWI. Arbeidsbureau Nieuwe Stijl. Ik was pas bij de Nationaal Denktank. Iemand die weet wat dat is? Tuurlijk. Dat zijn jonge afgestudeerde mensen, vaak al haast gepromoveerd of gepromoveerd. 25 man. Uit alle studierichtingen mogen dan 3 maanden stoeien op een onderwerp, dit keer de arbeidsmarkt. Wat voor oplossingen daarvoor komen. Ik hou daar een inleiding. Mens, wat voelde ik me oud? Maar ja, dat zie je ook wel. Meneer, wat is een arbeidsbureau? Ja, toch? Wat zal je maar gebeuren? Meneer, wat is een arbeidsbureau? Ja, ik was even van mijn stuk. Het percentage bemiddelingen wat een arbeidsbureau, een CWI, een UWV-werkbedrijf echt heeft op de markt is niet vergroot. Dat is nergens, ook niet internationaal. Dat is ook helemaal niet erg. De meeste mensen kunnen zich namelijk zelf helpen. En de meeste bedrijven ook. Moet je vooral doen. En wat publiek of wat privaat kan, dat moet je publiek niet doen. Dat zelfs een keer heeft mooi in een jaarverslag gestaan. Maar voor mensen met een achterstand moet je een drempeloze publieke voorziening hebben. Die mensen zijn niet altijd digitaal vaardig, toch? Dus het is buitengewoon goed dat jij de digitalisering voor die groepen weer wat teruggedraaid hebt. Want ze moeten bijgestaan worden, ze moeten een richting gewezen worden en geholpen. Jullie werken samen in de werkgeversservicepunten met de gemeente. Er is altijd veel kritiek op UWV. Ik heb er ooit aan meegedaan, ik beken. Mea culpa, mea maxima culpa, dat voor de andere richting, Hubert. En als er nou 1 organisatie continu geteisterd wordt door bezuinigingen, stelselwijzigingen, dan is de UWV wel. Maar als er wat mis is, kan je altijd nog centraal terecht om daar even te roepen, het moet echt anders, jongens. Dat is bij een gemeente toch echt lastiger. Met eerst 380, nu nog 330. Ze hebben in ieder geval hun waarjongbestand in kaart gebracht. In de kandidatenverkenner voor degenen die kunnen werken. Ik zou het prettig vinden als de anonimiteit kon worden opgeheven. De AVG is voor bemiddeling van arbeidsbeperkten niet echt een grote winst, zullen we maar zeggen. Wat ik altijd aantref bij het UWV is dat net zoals bij de mensen in sociale werkvoorziening, het is hard voor de zaak, bij velen. Dat vind je natuurlijk ook in die gemeentes. Ik bedoel, ik ga niet nadoen over gemeentes. Maar 330 beleidsplannen is wel veel. Sorry, Huub. Schrijf er nou 1 en schrijf het allemaal van elkaar over. En ga voor de rest aan een tafel die mensen zitten inteken die je moet bemiddelen. Veel belangrijker. Richt je op de uitvoering.
Geen stelselwijzigingen, geen kreters dicht bij de burgers. Inteken en bemiddelen. Bemiddelen is overigens een vak. Is niet zomaar iets wat je even erbij doet. Niet die ene wethouder die nog twee werkgevers kent en daarna zal het wel lopen. Bemiddelen is een echt vak. Dat moet je duurzaam en steeds opnieuw kunnen doen. En dat zie je ook. Waar het loopt, komt het door een gedreven directeur van een sociale dienst. Of inderdaad door die zeer ervaren wethouder. Die bijvoorbeeld vroeger bij Start heeft gewerkt of bij een arbeidsbureau of wat dan ook. Dat helpt. Ja, dat is geen reclame. Ik geloof überhaupt niet zo in allerlei Haagse plannen. De baanafspraak is ook een Haagse plan, hè? Bedoel, dat moet ik wel toegeven. Daar komen we straks nog op. Bipartieten, tripartieten besturen, bestuursakkoorden, intentieverklaringen. Convenanten. Als je iets niet wil, dan schrijf je een convenant, dat weet iedereen. Stuurgroepen, taskforces. Iedereen moet meepraten. Best wel goede wil en enthousiasme. Maar aan het eind van de rit hebben we niet zoveel. Zijn de mensen van overal er? Nee, gelukkig. Want ik ging dan ook even iets onaardigs zeggen over de reïntegratie. Er zitten hier wel mensen die vroeger bij het RWI gewerkt hebben. Bert bijvoorbeeld. En er is een fantastisch rapport ooit verschenen over mensen met en zonder reïntegratiehulp. En het scheelde 0,01% of je wel of niet aan het werk kwam. En daar gingen miljarden heen. Ja, ik zie het niet. In het begin, toen zo'n markt openging, zaten er ook best wel wat foute types bij. Dat heb je altijd. Als de zorg opengaat voor de markt, dan zijn er ook snelle geldverdieners ineens. Maar ook de publiek, hoor. Ik ben directeur arbeidsbureau geweest van 86 tot 90. Collega's van mij gingen met hele groepen naar Noorwegen, 3 weken trekken door de bergen en daarna zou je dan werk kunnen krijgen. Kost een klauw geld, levert ook niks op. Anderen gingen met tarotkaarten werken, financierders in ieder geval. Maar eigenlijk, wat is het anders dan de bussen naar het Westland, met honderden, en dan na 3 maanden zien dat er 1 aan het werk is gekomen. Vind ik daarmee alle reïntegratie onzin? Nee. Als je reïntegratie oppakt, opleidend, coachend, op weg naar concreet werk. Gewoon gericht op die baan. Dat is fantastisch. Want, ik breng hem iets te vroeg, maar Albeda zei, iedereen die onder moeilijke omstandigheden niet aan het werk kan komen, ontslagen is, dat zijn de duizenden tegelijkertijd, maar je moet ze 1 voor 1 terugbrengen. En dat was zo waar. Dus, en ik vind ontzettend dat er heel veel goede reïntegratiebedrijven zijn die op die manier werken. En ook andere organisaties, de organisaties die zich verenigd hebben in, hoe heet het nou, Jur, de Coalitie voor Werk? De Alliantie voor Werk, aantal private dienstverleners, zoals de opleiders, de reïntegratie, CEDRIS en ABU, die zich verenigd hebben om het publieke alternatief, het private alternatief voor het publiek te zijn en elkaar te kunnen versterken. Heel veel dingen hebben wel gewerkt, ook op gemeenteniveau. Helmond, met zijn directe bemiddeling in de tijd. Zwolle, zware persoonlijke effectieve bemiddeling. Randstad met baanbrekend. Wist u, baanbrekend heeft bij een heleboel bijstandsbestanden in diverse steden. Hans Picht is er in Dordrecht. Volgens mij ben jij begonnen, Hans. Hier vlak voor mijn neus. 25% van mensen die lang in bestand stonden, konden morgen eigenlijk aan het werk. Die incidenten, zei het thema aard, zitten parels tussen. Dat is altijd zo. Ik had gisteren een interview vertrouwd, zou straks gaat hierover. En die jongen zegt, ja, maar straks zijn toch die neuzen van de zalm allemaal weer verdwenen. Ik zeg, nee, dan zijn er weer nieuwe neuzen van de zalm. In elke groep zijn er altijd mensen die weer aan het werk kunnen, die gewoon vergeten zijn, die tussen wal en schip zijn gevallen. Als je vindt, lukt het altijd. En ja, ik heb de naam 1 keer genoemd, het oude tripartiete start. Tripartiet kan dus wel werken. Daar lukte haast alles. We hoefden geen winst te maken. Oké. Okay. Op nu. Oh, fantastisch. Ja, dat klopt. Mooi. Ja, dat hadden we al gesproken.
Langdurig werklozen, jeugdwerklozen, wat je ook beetpakte, het lukte. Het was vaak op de achterkant van een lucifersdoos of van een sigarendoos uitgewerkt. Lucifers was net te klein. Maar weer die intrinsieke gedrevenheid, dicht op de mensen, uitvoeringsbewust en met kennis en know-how van die arbeidsmarkt. Nu bij het 100.000 banen project zien we dat eigenlijk hartstikke veel regio's, kwartaalcijfers zijn net verschenen, forse overschrijdingen op de targets. Op een aantal plekken ook niet. We zien dat de aantal goed vooruit gaan. Transparantie in Zwolle, mooie werkgeversdienstverlening in Flevoland, Friesland, Limburg, Gelderland en ik vergeet er vast een hele hoop. Die doen het hartstikke goed. Private initiatieven ook. Onbeperkt aan de slag. Ik was er van de week. Die hebben een 12-tal spitsen aangesteld. Sociaal impact spitsen. Al mensen met een zware beperking. Mensen als het mooiste wat er is van deze banen. Dat je daar tussen staat. Dat je die gedrevenheid van hun ziet. Dat is echt een warm bad. En dan weet je toch weer, klinkt allemaal sentimenteel, waarvoor je het doet. Ik zweer je, als je bij zo'n grote meet en greet bent van onbeperkt aan de slag en er komt hier iemand van jullie binnenlopen, dat je op moet passen om aan het eind van de dag niet met een baan weg te lopen. Ik bedoel, zo, want er ontstaat daar een dynamiek van bedrijven die mensen willen ontmoeten en dan soms de plekken gewoon zeggen, kom maar. En dat is weer die persoonlijke bemiddeling. Dit is geen digitaal werk, dit is tussen de ogen kijken. En ook in de SW zie ik dat, op dat gebied mooie dingen. Ik vind die SW-bedrijven waar bedrijven naar binnen gaan, prachtig. Ik zie joint ventures met sociale bedrijven. Ik zie hele kringen, netwerken ontstaan van sociale bedrijven rond de SW. Ik zie dat ze nieuwe groepen oppakken als ze dat mogen van die gemeente. En daarmee weer toch nieuwe groepen aan het werk krijgen die daardoor eigenwaarde en trots krijgen, die kerk. Ons eigen project, grote bedrijven die er duizenden aannemen. Een groot bank die het doet, maar die zelfs allerlei andere bedrijven gaat vertellen hoe je ze kan helpen. Een schoonmaakbedrijf dat haast een in-, uit- en doorstroombedrijf is geworden, Eleonor. Je bent er vandaag, daar. En duizenden MKB-bedrijven die dat voorbeeld geven. Het grootste aantal komt bij MKB-bedrijven vandaan. 14 maart vieren we dat, Martine, met de dag van de 1000 voorbeelden. Kom dat zien, kom dat zien. Door het hele land heen activiteiten, bedrijven die de deur open doen. WSP's die nu allemaal meedoet. 10 en tientallen evenementen. De Malitoren wordt een groot inclusiefestival. Stap in een lift met een beperkte en aan het eind van, als die eenmaal boven is en we hebben 19 verdiepingen, dan ben je bemiddeld. En anders ga je nog één keer naar beneden. Dat is net zoals onze CEO-jeur. Ja, dat heeft hier niets mee te maken, maar ik vertel hem even. Dat is een leuk verhaal. Tenminste, vind ik. Wij hadden een hele creatieve vakbondsonderhandelaar, Kitty, Han Westerhof. Ik weet niet of de naam nog enigszins weer klinkt bij de FNV. Hij trok zich niks van de hogere besturen aan. Dat was in die tijd. Hè? We moesten een CAO hebben. Dat is altijd lastig in het uitzenden. Het loopt nou ook niet zo makkelijk, heb ik begrepen. En toen zei hij, we stappen op de pont van de Hoek van Holland naar Engeland. En we gaan er pas af. Maar wanneer we een CAO hebben? Nou, dat was in één keer wel heen en weer. Dat is dan trouwens wel 32 uur of zo. Want je moet daar blijven liggen en zo. En het is een arm op die boten. Al die Engelsen dronken, want het is daar veel goedkoper. En wij de CAO maken. Maar mooi dat hij er was. Nou, dat is datzelfde als met die lift eigenlijk. Hè? Ik bedoel, je mag er pas uit als je gematcht bent. Ik ga u nog iets nieuws over VNO-NCW vertellen. De Malitoren hier vlakbij. Ik heb daar een kamer. Die draagt dit project van de 100.000. En ja, niemand had natuurlijk verwacht dat dat zo aardig zou lopen. Maar die hebben nu een nieuwe stichting in voorbereiding. Een nieuwe stichting, laat ik maar even zeggen, sociale projecten.
En daar gaan we veel meer groepen onder de hoede nemen. En met die stichting en met de ervaring die we hebben opgedaan, gaan we perspectief op werk, waar het ministerie een grote rol in speelt, mee ondersteunen. En ik vind dat, ja, ik ben er heel blij om, want daar stonden ze niet meteen voor onbekend. Hè? Ik bedoel, een goede tent. Ik heb fantastisch met ze gewerkt in mijn uitzendtijd. Maar dit is echt een hele nieuwe dimensie. Past ook in de tijd die gaat komen, waar ik het straks nog over ga hebben. Waarom lukt het? Dedicated medewerkers die de arbeidsmarkt al kennen en als enig doel hebben deze groep aan het werk te helpen. Focus op werk, op know-how, expertise en drive. Nadruk op de uitvoering. Iedereen hier in de zaal, denk ik, heeft het rapport van de inspectie SZW gelezen over de regionale werkbedrijven. Allemaal weer beleid op een enkeling na. Het gaat om uitvoering, uitvoering en uitvoering. Liever één bevlogen directeur of manager dan 10 goedwillende besturen. Het ministerie kan daarmee helpen met eenvoudige subsidiemogelijkheden en middelen. Ik was dol op de SPAC. De specifieke afdrachtskorting, iedereen tot aan een bepaald percentage minimumloon, ging over de loonaangifte en niet al die moeilijke formulieren. En dan is het natuurlijk wel weer dead weight los en al die dingen meer. Maar het hielp. Het hielp gewoon. En de bedrijven werden er niet mis van. Als je iets uitvindt, kijk naar het verleden wat werkte. Ga niet steeds weer opnieuw dat wiel uitvinden. Ook opleiden helpt. Toerusting. Begeleiding. Die centra van vakopleiding die we hadden met hoofdelijk versnelde instroom. Betekent dat je op maandag en vrijdag kon instromen. En dat je daar, als je er was, eigenlijk in een fabriek aan het werk was. En dat je daar aan het eind van de rit stucadoor was, zal ik maar zeggen. Hele praktische, ambachtsgerichte opleidingen. De uitzendbureaus stonden aan de uitgang die mensen op te pakken om ze meteen te bemiddelen. Maar ja, het ging naar de ROC's toe en toen was dat al die flexibiliteit weer verdwenen. En nou ja, ik zei het al, die ARA en die TTA. Ik pleit voor een herwaardering van de infrastructuur van de SW. Waarom? Omdat eigenlijk, voordat de banenafspraak er was, ze al de banenafspraak voor een deel uitvoerden. Er werd heel veel gedetacheerd naar buiten. En waar, in het begin telde die even niet mee, later wel, want het zijn de bedrijven die die banen bieden. Maar daarmee, bedoel, waar men in dienst is, het is voor een heleboel mensen prettig om bij een fatsoenlijke organisatie die ook snapt wat jobcoaching is. En deze groep, als je een MKB-bedrijf hebt, je 1 of 2, dan is het best moeilijk. Hartstikke goed als dat bij de SW zou zijn, mag ook natuurlijk bij uitzendbedrijven. Ik bedoel, een sector waar ik nogal iets mee heb. Maar daar kan je ze voor gebruiken. Ook voor dat opleiden en dat ambacht. Ik zou het zo mooi vinden als ze iets als een ARA of test en training weer terug konden brengen. Dat is reïntegratie, mensen. Dat is echt andere reïntegratie dan in de kring. Ja, waarom werkt dat 100.000 banenplan nou wel? Het is een Haags plan. Grote aantallen, geen mens die erin geloofde. Huibrecht zit daar, die kreeg een appje van. Iedereen zegt dat niet kon, er is er één die dat niet weet en die neemt die baan aan. Zo ongeveer dat was het. Toen dacht ik, oh, waar ben ik ingetuind? Maar dat komt omdat Niek Jan me zo aardig aankeek, zal ik maar zeggen. En hij zei, wij gaan ervoor, Aard, wij geloven erin. En aangezien ik alles geloof wat Niek Jan zegt en daarin nog nooit in teleurgesteld ben, hebben we dat toen gedaan. Het lukt dus. Waarom? Ja, dat wil iedereen weten. Ik weet ook niet precies. Wel een idee. Er is geen wethouder. Dan moet je knikken, Huub. Er is geen wethouder die mij gezegd heeft, het ligt aan de werkgevers. Elke wethouder zegt nee, integendeel. Ik hoor uit een heleboel bronnen, er is beweging gecreëerd. En
Ja, dat is niet zo tastbaar natuurlijk. Hè. Wat is nou beweging? Beweging door een voorhoede van intrinsiek gemotiveerde bedrijven. Vanuit het motief van MVO. Of, ja, klinkt zo makkelijk, maar in het MKB, je hoort hem echt heel vaak. Het zal je kind maar wezen. Perfect motief natuurlijk, die laten wij niet achter. Die nemen wij mee. Ja, we hadden geen beleid, maar er was wel over nagedacht. Al voor de start had VNO een groep ondernemers en publieke dienstverleners bij elkaar gehaald. En samen met grotere bedrijven. En daar kwam het 7500 banenplan van de AVN. Daar kwamen de activiteiten van de normaalste zaak. En ook de ABU werkte aan het Berenschot-rapport om te laten zien dat het ook financieel eruit kon. Dat was de basis die gelegd is. En we hebben geprobeerd niks nieuws te bedenken. Alles was er al. Geen stuurgroepen, geen convenanten. We helpen op gang. We zijn de regio ingegaan, dichter die bedrijven aan. Er lopen 150 ambassadeurs rond. Dat zijn haast altijd bedrijven die het al doen, die het anderen kunnen laten zien. Dat zijn de beste. Marketing. Vergeet nooit marketing. Beleidsmensen denken niet aan marketing, je moet verkopen. Renzo weet dat als geen ander. Toch? He? Storytelling, boeken, magazines, videootjes. Nog veel beter op de vloer. Haal ze naar binnen, laat zien dat het lukt. Dan doen zij het ook wel. De workforce met wie we werken is zo klein. Is het overdraagbaar? Dat weet ik niet. Het is niet heel erg grijpbaar wat wij doen. Het is soft. Daarom houdt niet iedereen ervan. Ja, het lukt. Ja, het zal een mazzel zijn. De economie helpt mee. Dat is niet waar. In 2014 toen begonnen, kwamen we nog maar net uit de crisis. Banken, verzekeraars hadden allemaal nog geen zin erin. Er was weinig werk. Maar we moesten de 6.000, werden de 15.000. Dus toen zaten we 9.000 boven de target. Nu 13.000. Dus het gaat nog steeds vooruit. Wordt niet minder. Als de groep maar blijft aanwezig zijn die, waaruit geput kan worden. En toch zie je dat nieuwe projecten vaak weer een beetje old school zijn. Iedereen meepraten. Hebben nog nooit iemand bemiddeld, maar willen toch zeggen hoe het moet. Moet je niet doen. Een groot deel van het succes nog steeds te danken aan de SW. Zo'n 8000 detacheringen zouden veel meer kunnen zijn als jullie meer groepen mochten hebben. Want ja, nu wordt de groep aan wie je kan putten steeds kleiner en dat is zonde. En ik vind dus dat jullie eigenlijk de kans zouden moeten krijgen om ook andere groepen uit de participatiewet niet zozeer in de SW te brengen, maar wel van die infrastructuur gebruik te maken, niet met zo'n opgetuigde cao, want dan wordt het te duur, sorry. Ik bedoel, het mag best wel geregeld worden, maar je moet wel zorgen dat de mensen aangenomen kunnen blijven worden, want doorstroom is niet het belangrijkste, maar wel level playing field. En dan zouden we nog een grotere slag kunnen maken. Dichten die bedrijven aan, kopgroep, regelgeving beïnvloeden vanuit de praktijk. Jetta en daarmee haar rechterhanden hebben buitengewoon goed geluisterd. Dat vind ik nu met Tamara, nou, ik heb net al gezegd, ik bedoel, er is continu wisselwerking, hartstikke goed. Dat zijn de dingen zoals het kan gaan werken. En be good and tell it. Be good and tell it. Vier je successen. Ik kom nu op het deftigste gedeelte van de inleiding. Ik zal misschien iets meer voorlezen. Paul de Beer, die stond vorig jaar rondom deze datum, vast februari, in één zaal, nou ja, in ieder geval in de Witte. Hield daar de conferentie over waarde van werk. En hield een college. Ik heb daar veel van geleerd, ook dingen uit gejat, onder andere die kolgozen aan het begin. Maar ja, ook in mijn eigen studie, bedrijfseconomie, kwam ik denkers als Alain Touraine tegen, die over de post-industriële samenleving nadachten, die er nog niet helemaal is, maar in de buurt. En die denkers die dachten dat we naar een wereld toe gingen waar werk heel weinig aanwezig zou zijn. En dat we allemaal nog maar misschien 3 uur per dag zouden werken, of nog minder, of niet. Maar we zouden ons veel meer gaan richten op spel en filosofie. Ik merk, het zal niet voor iedereen gelden, hoe ouder je wordt, hoe interessanter wordt om filosofische denkbeelden tot je te laten.
Tijdens de rit had ik daar geen tijd voor. Ik was het allemaal vergeten, al deze lessen. Dus ik werkte 60, 70 uur. Ik vond het uiterst belangrijk dat mensen werk hadden. Want werk geeft structuur. Die kreet van Thomas van Stockholm voor mensen met een handicap. Een handicap en geen werk, twee handicaps, één te veel. Je hoort erbij, geeft eigenwaarde. Dat is ook wat de participatiewet beoogt. Maar hoe verhoudt zich dat nou met werk als straf na de zondeval? Of het minderwaardig element bij de oude Grieken? Of met die 3 uur? Je hebt die kolgozen en de jachtvelden. Wat is er nou fout gegaan in mijn eigen leven en al die mensen om me heen? Sommigen wordt groter geld. Dat vind ik weer anders. Ik heb mensen zo hard zien werken. Gewoon omdat ze het leuk vinden. Gedreven, drive. En ik heb mensen aan de onderkant eigenlijk dat werk opgedrongen. En nu, zelfs met een handicap, doe ik wel het goede. Doen jullie het goede? Zijn we met het goede bezig? Aan de andere kant, bijna elke politieke partij, van links tot rechts, zegt werk, werk, werk. Kabinetten zeggen werk, werk, werk. En als je ze ontmoet, de mensen met een beperking, ziektes, die je wel kan zien, ziektes die je niet kan zien. Ja, als 8 mensen bij Emma at Work hier staan, een pitch doen. Ik wil ze echt alle 8 onder mijn arm meenemen en of bij mezelf of bij een van jullie plaatsen. Ik bedoel, dan, ja, je raakt. Die motivatie die uit je ogen spat, dat is zo'n ervaring. En Bart de Bartister van de stichting Studeren en Werken op Maat. En hij had pas de manifestatie, daar zit hij. En ik weet niet hoe ze heet, Bart, maar de meisje die in die hele moeilijke rolstoel zit, die bij jou werkt of werkte, dat weet ik niet. Maar ze is duidelijk, heeft ze een zware fysieke handicap. Maar ja, ze is hartstikke slim, dat merk je als je met haar praat. Ze werkt 3 dagen, toen in ieder geval, 3 dagen werkt ze bij Bart, 2 dagen op het ministerie, werkt 5 dagen. Jongens, ik zou er moe van worden als ik eraan dacht. En zij met al haar beperkingen elke dag knallen. En pas geleden zat ik naast een jonge vrouw. En die vertelde me haar ziektehistorie. Ze werkt vol vuur aan inclusie. Maar ze heeft niet een heel lang leven voor zich. Ze weet ongeveer, het is wel gelukkig verlengd door nieuwe medicijnen, maar de motivatie. En dan ga ik zeggen, ja, werk is niet zo belangrijk hoor. Ik bedoel, ik ga precies met hun doornemen. Dat is, weet je, moet je een beetje filosofisch over denken. Spel en filosofie is veel leuker. Ja, lijkt me niet zo'n goede boodschap. Werkgevers, ik bedoel, ik heb het haast elke keer hier gezegd, hun ziekteverzuim daalt als je met deze mensen werkt. Omdat de groep eromheen, die gaat niet zo gauw dan meer zeggen van, ik heb griep. We lazen vandaag in de krant dat een school 25% griep heeft. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Nee, 5% griep en die anderen zeggen, ik heb griep. Kan niet missen. Ja. En dat is op bedrijven ook zo, want je hebt een goed argument. Maar dat doe je niet als die ander er altijd is. En de mensen van Wij Staan Op, met hun drive om op te komen voor gelijkwaardig loon. Kijk, je hebt daar in ieder geval zelfbewust. Ze wilden gewoon gezien worden als een evenwaardig collega. Hartstikke goed. Dus eigenlijk denk ik toch wel dat u met z'n allen heeft geprobeerd het goede te doen. Gaat u wel enigszins gerust naar huis. Maak u zo nog wat ongeruster. Want in de voorbereiding vond ik een oud boek van Hans Achterhuis. Arbeid een eigenaardig medicijn. Als je dat leest, Gerrit, ik geloof dat jij het gelezen hebt, want je zit zo te knikken. Werken brengt niet altijd geluk. Maar Jules Thewes, hij is helaas dood, maar ik vond het zo'n leuke arbeidsmarktprofessor. Die zei altijd, slecht werk is altijd nog beter dan geen werk. Ja, en voor alle twee is wel wat te zeggen. Moet niet te slecht worden natuurlijk, hè?
Want er is wel wat aan de hand in de maatschappij. De cohesie verdwijnt. De politiek is versnipperd. Ik deed vanmorgen de stemtest, of stemwijzer voor de provincie. Er was geen partij die bij mij boven de 53% scoorde. Ja. En dan VVD en PvdA even hoog. Toch raar. Jullie zaten ooit met elkaar in het kabinet, dus het moet weer kunnen. Maar gele hesjes staan te trappelen. Er zijn grote geldgraaiers. Tegenstellingen nemen toe. Gevaarlijke populistische partijen en presidenten komen op. De kerken lopen leeg. En op dat werk vind je dan in ieder geval nog collega's, samenwerking en plezier. Is werk dan toch die nieuwe kerk? Andere kant. Vandaag kwamen de cijfers van het CBS uit. 60% vaste baan. 40% flex. Ik ben ooit de flexpaus genoemd. Ik heb natuurlijk helemaal niks tegen flex. Maar flex kan ook doorslaan. Daar ben ik mee eens. Het moet fatsoenlijke flex zijn. Het moet flex zijn dat perspectief biedt. Op het moment dat de kosten omlaag zijn en je hebt stapelbaantjes nodig om te kunnen overleven. Fred van Haasteren zit achter in de zaal, waren wij in Europa en dan hadden de Fransen en de Belgen het over het precariaat. Ik moest het opzoeken in het woordenboek, want in Nederland spraken wij nooit over een precariaat. We zijn ook nu in Nederland in een stadium dat een groep in het precariaat zit. En dan moet je je afvragen, wil en moet je zo'n kerk nog wel? Want er worden arme kerk. Die zijn er ook, maar dat is niet, waar we het, niet wat wij willen. Maar we waren in Nederland ooit koplopers van dat Rijnlandse model. Op het middenterrein van DSM en Hoogovens hadden ze eigen sociale werkvoorziening, waar de mensen met handicaps beschermd aanvullende werkzaamheden deden. Unilever, Organon liepen voorop in goed ondernemerschap. U moet, u kan het nog krijgen, Antikaris, ook bij bol.com, de aartsvaders, grondleggers van het Nederlands bedrijfsleven. U moet het allemaal lezen. Axo, Covis, Organon, Philips, Fokker. Allemaal bedrijven die door een gedreven ondernemer werden gegrondvest. Die ondernemer kreeg haast altijd een psychische crisis. Toch wel, ja, dan moet je, waarom weet ik ook niet, maar toch moet je daar maar eens over nadenken. Zorgde heel goed voor mens, maatschappij en natuurlijk ook voor hun stakeholders, ook voor hun aandeelhouders. Maar het belang lag in het midden. Feike Sijbesma, 2-3 weken geleden in Buitenhof, eigenlijk zei hij hetzelfde. We moeten weer terug zoals Shell vroeger was, die waarde allemaal had staan. Misschien zijn we op Hoekstra ook van de week zoiets, maar ik geloof toch niet helemaal hetzelfde. Maar er is ergens iets aan het bewegen. Die bedrijven die echte inclusieve ondernemingen willen worden, zijn toch bedrijven die dat in het vaandel hebben staan. Meer verantwoordelijkheid voor sociale cohesie, meer verantwoordelijkheid voor de maatschappij, verdergaand dan alleen het korte aandeelhoudersbelang. Ik heb gewerkt bij zo'n beursgenoteerd bedrijf, slechtste periode uit mijn leven geweest. De voorspellingen dat er minder werk voor mensen zou komen, lijken soms uit te komen. En dan zijn we niet blij, maar nee, dan raken we in paniek. We hebben nog geen goed alternatief om ons met minder werk te vermaken. En we weten ook nog niet hoe we dan geld moeten verdienen. Logisch. Maar dat werk wat we bieden moet gewoon goed werk zijn. Dat zeg maar bij de ILO. Dat werk moet mogelijkheden bieden tot zelfontplooiing en bijdragen aan dat zelfzinvolle bestaan. En als we mensen met een beperking naar het werk helpen, dan moet dat volwaardig zijn in dat inclusieve bedrijf, op weg naar die inclusieve samenleving. Wij gaan die groep waar we ons nu op richten niet vermoeien met die discussies. Van werk echt die nieuwe inclusieve kerk maken. Dat is wat mij betreft de belangrijke maatschappelijke opgave. En ik denk echt dat de kennis, kunde en infrastructuur van de sociale werkvoorziening daar een essentiële rol bij moet blijven spelen. Zodat we hier over 10 jaar, 50 jaar, maar ik hoop over 40 jaar
Nou. Nee, die gaat niet lukken. Maar anderen dan hier zullen staan en daar met trots op terug kunnen kijken. Dank u wel.